Een 6-jarig jongetje uit het Groningse Loppersum is afgelopen weekend verongelukt. Hij werd overreden door een tractor, bestuurd door zijn vader. Dit soort tragische ongelukken gebeurt erg vaak in de agrarische sector. Daarom start er een nieuwe veiligheidscampagne. Bianca Vorent uit Beets was de campagne voor. Toen zij enkele jaren geleden op een boerderij kwam wonen, schrok ze zo van de gevaren voor kinderen dat ze er een kinderboekje over schreef. Als papa in de trekker rijdt, is hij druk. En ziet hij niet altijd zijn stoere ukkepuk. Zelf groeide ze niet op een boerenbedrijf op. Toen ze met man Jan op deze melkboerderij kwam wonen, schrok Bianca. Toen de kleine geboren was, Roy, die was 1 jaar. En ik denk, goh, dat zijn ook een hoop gevaren op een boerderij. Daar kom je eigenlijk pas achter als je moeder bent. Ik zei, nou, dan gaan we kijken of er een boek van is. En dat was er helaas nog niet. Dus toen ben ik hem zelf gaan schrijven. Volgens de Stigas, die de veiligheid van de agrarische sector controleert, klopt het dat juist Bianca de gevaren zag. Mensen die op een boerderij geboren en getogen zijn, zien die vaak over het hoofd. Ik denk dat daar ook voor een belangrijk deel bij komt kijken dat het lang goed gaat. En een soort bedrijfsblindheid ontstaat. Het is al jarenlang goed gegaan, waarom zou het nu niet goed gaan? Omdat er jaarlijks 15 tot 20 mensen verongelukken in de agrarische sector, komt er een nieuwe campagne met 5 voorlichtingsfilmpjes. De Stigas roept bedrijven op een veiligheidscheck uit te voeren. Bianca prent haar kinderen alle gevaren in door ze voor te lezen uit haar boekje. En dat werkt goed. De trekker vooral, dat is het grootste gevaar. Goed zo, de mespunt, Roy. En de bier. Heel goed. Heel goed, Roy. Bierborstelput. En de maaier. De maaier. Weet je er nog meer, Roy? En de schudder. De schudder, heel goed. Ze zijn goed gedrild, maar het blijft uitkijken geblazen. Als het heel druk is, dan als het maaitijd is, dan heb Jan het ook druk en dan is er gewoon stress op de boerderij. En dan probeer ik ze zoveel mogelijk bij mij te houden. Dat je gewoon overzicht hebt, dat je weet dat ze bij je zijn. Als ik bijvoorbeeld achteruit de stal in rijd, dan wil ik wel eerst weten waar die 3 aapjes zijn. Ja. Want ik wil het dan niet meemaken, nee. Later heeft papa wel weer tijd. En kunnen jullie weer kletsen en spelen en geheimpjes met elkaar delen. En voor meer informatie over de Stigas-campagne kunt u terecht op onze website hartvannederland.nl.